Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. We zitten hier met z'n drieën bij een kampvuurtje. Jongens, het like goal van vorige video was gehaald. Helaas moet Rick dan ook weer meedoen. Dat was de afspraak die we hadden. Dus Rick, welkom terug. Justin, welkom terug. Jullie mogen weer een aflevering meedoen met mijn prachtige Border Survival. In de vorige video heeft Justin dit prachtige huisje hier gebouwd. Ziet er goed uit, Justin. Geen probleem. In de vorige video heeft Rick die lelijke farm naar beneden gemaakt. Hij is super mooi. Hij is wel mooi. Hij ziet er mooier uit dan dat het eerst was. Ja. En ik had gewoon diamonds gehaald in de vorige aflevering. Hoe goed is dat? Woe. Als het goed is, zitten we ik heb zelfs een diamond hoe. Jij hebt zelfs een diamond hoe. Die heb je helemaal zelf gemaakt. Mm-hmm. De border is belachelijk groot op het moment. Ik denk dat we echt gewoon best wel een grote wereld hebben op het moment, zoals dit, zoals je kan zien. Mm-hmm. Goed, jongens, vandaag heb ik ook weer nieuwe taakjes voor jullie klaargezet. Ja, ik ook. Justin, ik heb een taak voor jou. Ik heb ook een taak voor iemand anders. Ja, oké. Vertel jij eerst je taak, maar. Ik heb 3 hartjes en 3 foodbars. Gaat iets niet goed. Ja, oké, dat is dus waar ik het over wil hebben. Justin, jij bent vandaag de meester van de dieren. We hebben hier een paar schapen, maar die hebben best wel een klein hok. Die mogen best wel een mooie groot hok hebben. We hebben wat kippen, die mogen ook een mooie groot hok. Er lopen ergens wat varkens rond, als het goed is. Ja, die heb ik... Die heb je vorige aflevering geslacht, zeker. Als je andere dieren tegenkomt, verzamel ze, stop ze in hokken. We willen zoveel mogelijk dieren hebben. Zoveel mogelijk? Zoveel mogelijk. Ja, Rick, dan heb ik ook een taak voor jou. Ja. Je mag kiezen uit of minen, dat we even wat meer ijzer zo hebben. Ja. Of je mag een mooie tuin voor het huisje bouwen. Wil je minen of wil je een tuin bouwen? Hij gaat echt minen. Ik ben heel slecht in tuinen, inderdaad. Dan ga jij maar minen. Oké. En dan voor mij de taak. Ik weet dat ik in aflevering 2 een zombie villager daar ergens heb gevonden, hier beneden. Die ga ik gewoon in het huisje. Dat wordt onze eerste bewoner. Hoe heet die? Mark. Mark is zijn naam. Mark. Dat is zijn naam. Maar zijn we het eens met de taken? Ja, ik zie een rauwe kip. Die is voor mij. Ja, dan zal iedereen, terwijl al deze taken uitgevoerd worden, wel een beetje op het eten hier moeten letten. Dat zeg maar gewoon aangevuld wordt en dat iedereen een beetje eten krijgt. Ja. Zo. En Justin, jij bent met de dieren bezig, dus jij betekent ook slachten, herplanten of hatsenbatsen en zo, weet je. Cool. Maar dat betekent, als ik die villager hierheen wil krijgen, wat moet ik in de nacht doen? Dus eerst volgende nacht, jongens. Ja. Niet slapen. Dan moet het niet slapen, want dan ga ik die villager hierheen brengen. Dan zetten we hem vast in het huis. Dat vind ik wel vet. Ik ga even kijken of hij er überhaupt nog is. Oh shit, ik ben nog een idioot. Hij is er nog. Daar is hij, Mark. Mark leeft nog, jongens. Mark. Markie. Waarom ben je een idioot, Justin? Nou, ik had 2 wiet. En dat heb je gebruikt? Voor schapen te vermenigvuldigen, maar nu kan ik ze dit niet meer lokken. Dus oh. Dan moet je even met bones. Ja, komt goed, Justin. Ik vertrouw in jou. Ja, ik heb ook wel vertrouwen in mezelf, alleen soms niet. En voor de mensen die trouwens afvragen, wat voor serie is dit, als je de vorige afleveringen voor een of andere reden niet gezien hebt. Elke keer als wij een item collecten dat wij nog niet gecollect hebben, zoals je net zag, cooked chicken heeft Justin gecollect, dan wordt de border 1 blokje groot. Zelfs, en zoals je op tap kan zien... Ik zal het even demonstreren. Demonstreer het even. Nu ben ik wel benieuwd. Nee, wacht even hoor. Hier, kobbel deep slate. Als ik daar een slab van maak, die hebben we volgens mij nog niet. Kijk, boom, krijg ik de melding en dan wordt de border weer 1 blokje groter. Ik heb in totaal 98 verschillende items gecollect. Justin 17 en Rick 12. Rick, je bent wel echt een beetje de middenlozen. Nee, ik ga er zelfs nog eentje maken. Ik ga die maken, dan gaan we die maken, dan gaan we die maken, dan gaan we die... Je hebt toch 100? Die maken, dan gaan we die maken. Jeetje. Ik wil er ook een. Ja. Jij begrijp. Kijk, maar dat is voor nu niet belangrijk. We gaan niet alleen maar onzin blokken maken. Oh nee, tuurlijk niet. Even kijken wat meneer doet. Ik heb alleen maar onzin blokken gemaakt. Oké, het is nacht aan het worden, jongens. Dat betekent dat ik Mark naar het huisje ga verplaatsen. Ja, maar waar gaat Mark leven? In het huisje bij ons. Ja, maar hij zit toch... Hij kan er toch ontsnappen? Nee. Mark kan dat niet. Mark kan dat niet. Mark gaat opgesloten zitten voor de rest van zijn leven. Maar ik heb wel eten nodig, Justin, dus ik weet niet hoe het met schapen ervoor staat. Ja, vrij goed. Ja. Ze leven nog. Ze leven nog, ja, dat is niet de bedoeling, want dan kunnen we ze niet opeten. Ja, maar als ik ze allemaal omleg... Dan gaat het ook niet goed. Markie, die gaat deze kant op. Mark Rutte. Nee, het is niet Mark Rutte. Ze kunnen we ook wel noemen, gewoon Mark Rutte. Dit is echt gewoon een beetje... Wat is er? Wat zit je nou stom te doen? Ja, dit is gewoon een beetje laten zien van kijk. Ja, Rick, je bent nu alleen maar nutteloze dingen aan het krijgen. Nee, helemaal niet. Jawel, je bent alleen maar... Waarom heb je diorite stairs nodig? Die heb je helemaal niet nodig. Ja, die heb ik nodig voor de mine. Helemaal niet. Polished diorite slab, die heb je niet nodig voor de mine. Die heb ik nodig. Ik wil misschien boven je staan. Dit is echt slecht voor het milieu. Nee, het zijn stenen hier, dat kan prima. Oh, Mark, de village wordt helemaal naar beneden geduwd. Oké, ik ga nu wel echt minen.
Ja, ik wou zeggen, je moet wel gaan minen. Ja, 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 ja. Ik heb hier een grote mijn. Kom naar Mark toe. Weet je wat het is? Nee, ja, ik ben gewoon naar beneden aan het gaan. Ja, bij jou, mijn. Oh, ja, dat kan je ook doen. Kom, Mark. Deze kant op. Hmm. Waarom gaat hij weer het water in? Domme villager. Dus. Nee, niet slaap. Alsjeblieft niet slaap. Nee, ik ben wel een beetje moe. ik ben eigenlijk wel een beetje moe. Heeft iemand nog veel potjes? Nee. Rick? Nee. Hoezo niet? Hoezo niet? Want die heb ik niet. Ja, maar nu kan ik vrij weinig. Ja, maar dus ik zit Max straks te klagen. Ja, ik ga absoluut klagen als je niet je taken doet. Ja, maar ik kan nu niks. Misschien heb je al eten? Ja. Mag ik wat? Het leeft alleen nog. Oh. Het leeft alleen nog. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling, Justin. Ja, ik kan het wel gaan slachten, maar ik heb... Oh, Mark, wat je... hierheen! Mark, waarom ben je zo'n domme zombie villager? Oh mijn god, ja, goed zo. Lijkt hij op jou wel? Een beetje. Ja. Even wat van me weg. Ja, dom dus. Vooral de grote neus, denk ik. Vooral de grote neus. En dom. Ik heb voedsel! Dat vind ik jammer. Oké, okay. Mark, hier is boven. Mark, je gaat het huis in. Ja. Ons prachtige huisje. Ik heb gewoon voedsel en ik hoor helemaal geen... Wat voor voedsel heb je, Justin? Ja, zodra ik het zie, dan ga ik je een beloning geven, Justin. Justin, ik heb echt intens veel honger. Ja. Ja, intens, ik ook. Ik wil zeggen. Justin, ik wil nu het eten. Justin heeft geen honger meer. Mark is bijna... Pas op voor Mark! Pas op voor Mark! Ik schrok van Mark. Zo, Mark zit in zijn bootje. Niks aan de hand. Mark kunnen we nu... Die zal het wel overleven allemaal. Mark doet het wel, ja. Oké, dat betekent dat we nu wel kunnen slapen. Oh ja, nu ineens wel. Ja, nu kom wel. Kom dan niet even een paar seconden eerder. Oh, maar er zijn monsters nearby, dus dat kan niet meer natuurlijk, omdat Mark echt in de buurt is. Oh. Dan zeg je Mark gewoon even om. Nee, Mark is deel van de familie nu. Maar dat betekent, als we Mark moeten genezen, dat we naar de Nether moeten en zo. Maar ja, daar zijn we echt nog lang niet op voorbereid, want ja, we hebben geen eten. Ik heb eten. Weet je wat ik doe? Ik breid de farm wel even wat uit nu. Ik heb Mark boven gebracht. Ja. Dus zal ik de farm wel even een beetje uitbreiden. Ja, goed. Gewoon Rick's rare... Rick, krijg je deze aflevering misschien eieren hamer of zo? Dat is best een mogelijkheid van. Ik heb geen mogelijkheid. Ik wil graag zekerheid. Nee. We willen zekerheid, Rick. Ja, inderdaad. Je hebt niet de bucket in je inventory, toch? Nee. Ach, gelukkig. Oh, ik zie panda! Dat is ook een dier, Justin. Alle dieren die moet jij verzamelen. Dat is de afspraak. Ja, alleen die baby's daar. Elk dier in de game, Justin. Wie heeft de bucket? Ik heb de bucket. Ik vroeg nog aan, heb je de bucket? Ja, ik dacht dat ik hem niet bij me had. ik heb hem wel. Ja. Oké, ik maak wel een nieuwe bucket. Zo, ik heb een nieuwe bucket gemaakt. Ik vroeg het nog aan je. Ja, dit is een episch moment. Ik heb de bucket niet. Ik dacht niet dat ik hem had. Wat is episch, Justin? Ja, ik heb zojuist gelokt door de muren des doods. Door de muur des doods. De border. Kan je er doorheen, hè? Door de border? Hier wel, ja. Wij niet. Nee, wij kunnen niet door de border. De border is echt gewoon een border, als het ware. Ja, nee, maar soms heb je ook dat je dan langzaam sterft. Ja, maar soms is het niet nu, Justin. Gewoon even luisteren nu. Ja, laten we slim zijn. Ren door! Kom op. Het is wel irritant dat we nu niet kunnen slapen door Mark. Mark, jij houdt ons alleen maar wakker. Elke keer als je bed buiten schreeuwen. Ik heb geen gevoel van dag of nacht. En, nee, jij bent in de grotten natuurlijk. Ja, kom op. Ik voel me hier ook niet op mijn gemak met mijn drie hartjes. Ik heb geen volledige hartjes. Maar ja, eten. Deze einde van deze aflevering hebben we genoeg eten, jongens. Hebben we allemaal volledig eten? Hebben we allemaal volledig hartjes? Ik geloof helemaal goed. Hallo, jongens, het is geen voedertijd. Geen voedertijd. Ja, ik heb best honger. Ik lekker een bamboe te eten tijdens oh, ik dacht je tegen ons had. Ik denk al, ik heb best honger inderdaad, zoals ik al zeg. Oh, ze zijn zo traag. Het is niet normaal. Jongens, echt. Jullie staan niks. Volg mijn bamboestok. Ga je nou de hele aflevering aan dingen bezig zijn, Justin? Gewoon je taken weer verwaarlozen. Ik heb eten nodig. Lieve Max. Kan het zeggen, lieve Max. Ja, jij zei ze juist. Lieve Justin. Ja, dat alle klopt. Alle dieren. Ja, dat klopt. En dan ga je straks klagen dat het geen panden zijn, dus... Stik je van je panden. Wat was je eerste taak, Justin? Wat? Eten. Dat was jouw taak vorige aflevering, Rick. Ja, ik heb het gemaakt. Probleem begon bij jou. Ja, ik heb en dat ik gedaan. Moet het nu oplossen. Dus ik doe het op mijn eigen snelheid, op eigen manier. Dus geduld moet jij hebben, Rick. Ik heb geduld. Ik ben met stone axes ben ik allemaal diepsleden aan het hakken. Dat is echt het langste wat duurt. Ja, maar of we hebben geen diepsleet nodig. Oh, waarom ben je diepsleet aan het hakken inderdaad? Ja, ik moet toch naar beneden voor diamonds en zo. Ja, naar diamonds zoeken, nodig naar diamonds. Ja, maar jullie zeggen, je moet minen, dan ga ik... Waar zijn alle seeds? Zeg me ook niet dat je die ook in je inventory hebt, Rick. Heb je ook alle seeds in je inventory? Rick! Wat is er? Waarom doet alle hij nog mee? Waar doet hij nog mee? Ik heb hoe ook, maak jij koekjes? Ik heb ook alles... daar heb ik cocoa beans voor nodig. Ja, cacao bedoel je gewoon, maar... Ja. Oh, we hadden ook leads, toch? Wie heeft een lead? Met weed. Die heb ik niet. Ik heb niet een lead. Ja. Ik heb de lead. Ja, die heb ik. Ben je thuis? Ja. Echt? Ja, echt. Kom je brengen?
Nee. Ja, waar ben je? Ik ben op de berg. Welk, de berg? Nou trouwens, dat kan niet heel ver zijn. Nee, dat bedoel ik. Heb je ook toevallig eten? Ja. Oh, oké, dan kom ik wel helemaal jouw kant op. Ja. Het klinkt heel geloofwaardig. Waar ben je dan? Ja, op de berg. Ja, daar! En een schaap! Ja, ja, ja oh. En een varken! En een varken? Daar ben je! Ja, dat is bizar. En een zombie zou het zien. Ik heb al geprobeerd om ze te vermenigvuldigen, maar dat lukt me niet. Hebben wij wortels dan? Nee. Maar schaap, ja, dan lukt het toch niet. Oh, een schaap en een varken. Oh, een ingot! Hier, kijk. Hoppa, ik krijg ze allebei. Ja, dankjewel. Wil ik wat eten? Geen probleem. Ja, lekker. Ja, oh, meloenen, die ga ik ook farmen even tijdelijk. Ja. Jezus, je hebt ook echt veel. Ja, joh. Jezus, ik zie iets gelijk van gemaakt. Kom mee, varken. Ja, dat komt goed, jongens. Deze aflevering hebben we heel veel eten. De border is echt al... Je ziet hem bijna niet meer inmiddels. Huh? Spider-Eye. Huh? Dat hebben we ook nog niet, blijkbaar. Oh, nee. Ik wist niet. Maar je ziet inmiddels de border al bijna niet meer, zo ver als hij is. Wel leuk dat Robin meedoet. Robin, oh, nee, varken. Jongens, ik heb 2 hartjes. Ja, dat is het teken van de mijne. Als je mijn vorige aflevering eten had voor gemaakt. Ik had eten. Waar is het nu dan? Ja, die heb ik ondertussen zelf wel weer opgegeten. Als je nou de seeds beneden had gelaten, ja, dan had het er anders geweest. Ah, oh, oké. Okay. Nou, oh nee, de seeds. Oh nee. De seeds. De seeds. Oké, okay, ik ga ze heel snel niet halen. Niet Rick's leven, maar de seeds. En de bucket. Oh, oeps. En de bucket. Ja, ik heb ook een nieuwe bucket gemaakt. Hey Justin. Hey Fark, ik bedoel, hey Robin. Ja, ik denk ook. Even kijken hoor. Kom jongen, kom maar. Dan ga ik dit doen. Goed. Ik doe die op het... Kijk, als ik nou zo doe... Iemand bezwaar bij als het varken samen met het schaap in één hok gaat? Nee, ik heb al gezegd, je moet mooie hokjes maken voor iedereen, hè? Melon seeds plaatsen we allemaal hier. Zo, kijk, en dan... Hij is wel veel hier een mooi pas van, hoppakee. Vind je? Dan wordt dit allemaal dirt. Dan komen hier de melons, komen hier. Die gaan hier mooi groeien. Vind ik wel mooi. Ja, toch? Ja. Zo, hoppakee, kijk, hier komen mooie melons. Zo. Oh. Is dat Mark? Wat? Nee, toch? Wat? Is Mark aan het verbranden? Weet ik? Nee! Hoe kan hij verbranden? Ja, dat weet Mark. Ik allemaal niet. Nee! Mark! Mark! Oh, oh. Niet doodgaan! Niet doodgaan, Mark! Je hebt water, niet toch? Doodgaan. Je hebt water. Ik, nee, niet bij me. Oh, ik ga water halen. Ik heb hij is dood. Oh, hij is dood. Hoe kan hij nou dood? Hij zo, waarschijnlijk stak zijn hoofd een beetje net te ver door het dak uit. Oh. Mark is dood! Ik ga weer dood. Justin, wat heb je nou deze aflevering gedaan, Max? Man, Mark is dood. Dit vind ik wel echt heel nee, slecht. Nee, dit was niet mijn vraag. Mark is dood en het is Rick's schuld. Wat? Mark is dood en het is Rick's schuld. Rick had dit allemaal kunnen vermijden door gewoon eten te fixen vorige aflevering. Zo is het. Nou, ik kom eraan, jongens. Meen je niet. Ik verwacht heel veel progressie. Nou, dat is best wel wat progressie, hoor. Hey, ik kom Mark even begroeten. Ja, Mark is dood. Nee, hoezo? Mark is niet langer onder ons. Waarom? Ja, was geen eten. Er was geen eten, dus hij is verhongerd. Doe er dan iets aan. Hey. Kijk wat ik gedaan heb hier. Het ziet er toch goed uit. Kijk. Hey, de seeds. Oh, kijk, dat is fijn. Fijn, hè? Heb ik toch nog iets goeds gedaan? Ja, heb ik toch iets goeds ik gedaan. Ik heb nog seeds. Hoeveel ijzer heb je? 13. Nee, dan meen je. Ja. 13. Ja, gast, ik ben bijna dood. Ik heb 1,5 hartje. Rick. Jongens, ik heb niks. Laat me even. We hebben meloenen. Waarom, ja, heb, meloenen, waarom heb ik geen eten? Ja, moet je wachten. Heb je botten? Ja, als je botten hebt, mag het. Ja. Heeft iemand botten? Nee, ik heb wel 4 eieren. Justin, kom eens terug. Map ik heb mij niet zo'n zit wel voor het varken. Justin, kom eens. Map mij eens even. Nog 1 keer. Ja, ik wou het toe! Hij had wheat, dat is nu voor mij. Hey. Ja. Dit is van jou allemaal. Kijk wat er tussen zit. Ja, bedankt. Waarom heb je al die... Ja, ik moet even een zwaard maken en zo. Een meloenzaadje, bedankt Max. Ja, geen probleem. Hey, het gaat de goede kant weer op, jongens. Ik bedoel, Justin is lekker bezig. We moeten nog 1 vark ja, hebben en we hebben worteltjes nodig. Hier, te wachten tot het groeit. Oké, okay, ik heb hier wel de sugarcane is inmiddels wel goed. Dus ik denk dat we wel en best ook? Wel snel ook huh? Veel suiker kunnen hebben. Of wat is het? Papiertjes voor boekenkasten en zo. Wat verkoopt Mark dan? Oh. Ja, Mark is dood helaas. Ja, sorry. Dit was ik heb het vergeten. Dat vind ik gemeen. Hey, een pufferfish. Wacht eens even. Volgens mij is dit ook wel een leuk item om te hebben. Dat is echt onzin, Rick. Als ik met dit zo doe... Kijk. Wat is onzin? Let op. Hoppakee! Ah, ja. Een pufferfish. Wat ben je? Wat zijn jullie allemaal voor nutteloze dingen aan het maken? Ik doe niks. Ik ook niet. Die zit zijn brein... Dat is helemaal niet waar. Ik heb gewoon van de spullen die ik had, heb ik gewoon even een paar dingetjes maar Rick staat nu boven mij. Die is ook nodig dan, die spulletjes. Ja. We zitten op zich al... Wacht, ik heb een idee. In de lobby, we hebben 147 items gecollect. We moeten het einde van deze aflevering 200 hebben. Want dan zitten we volgens mij bijna op 20%. Ja, maar tellen jullie erbij ook mee? Ja, ja, jullie tellen mee. Als in het totaal moeten we bijna 200 hebben. We hebben er nu 147 bij elkaar. Ik zie een item.
Je ziet een item. Ik heb hem. Jij zei dat er ergens nog een mine zat, Max. Waar zit die dan? Ja, dat is waar ik Mark had gevonden toen hij nog leefde. En waar is dat? Dat is achter de farm, rechts achter de farm als je vanaf het huis kijkt. Jeutje, ik zie het. Oké, dan ga ik even wat visjes allemaal vangen. Ja, dat was ik ook aan het doen. Vis. Ah, ik heb een vis. Nee, die niet. Mijn ex is stuk. Nee, let op, hè. Ponk, hoppakee. Dan laten we hem ook gelijk weer los. Dan doen we ook deze erin. Kan dat? Ja, dat kan. Hebben we al kelp? Nee. Nee? Nee, hè? Dan ga ik dat ook even verzamelen. Want we moeten 200 items verzamelen, jongens. Kelp. Je hebt wel kelp. Ja. Oh, nice. Leuk dat je dit nu even aankondigt, Justin. Ja, nee, ik dacht voordat Max versuipt of zo. Oké. Okay. Nee, leuk. Ik ga koekjes zo meteen maken, jongens. Koekjes? Oh, lekker. Ja, lekkere koekjes. Ja, maar dan gaan wij dood aan. Best wel aan laten groeien op het huis, als het ware. Op het huis? Ja, het huis is deel van de koekjesfarm. Zo, het is wel een heel bijzonder huis aan het worden op deze manier. Het huis is een halve koekjesfarm. Ik zie een item. Wat? Hoppa! Wow! Een magma blok? Kom je daar nou weer aan? Ik ben in de nether nu. Ik ben in de nether. Hey, ben je nog de schapen aan het breeden, Justin? Of hoe zit het? Ja. Ja, Justin, wat ben je allemaal aan het doen? Maar ze kunnen niet oneindig Ik ga ze wel even weer laten breeden. Ja, ik zie dan weer hoe het zit. Ik ben ook even visjes aan het verzamelen. Ik vind wel dat jullie te veel klagen. Hoezo? Ja, ik weet het niet. Je doet goed je best, Justin. Ja, maar dan is het altijd, je kan beter meer dan je best doen. Nee, maar je doet goed je best voor jou. Wat zeg je nou, Justin? Ja, moeilijk. Oké, let op, hè. Schapen, die met die, die met die. Hoppakee. Hoe? Sinds wanneer krijg je een boommeel uit de vis? Boommeel uit de vis? Ja. Vissen hebben ook potten. Ja. Perfect, heb ik die vet. Deze klaar, ja. Cool, hè? Oeh, ik zie mijn vijand. Ben je nog aan het minen, Rick? Ja, ik zie een skeleton. Goed zo, jongen. Lekker bezig, Rick. Ah, oké. Ik ga wel. Ik denk dood zometeen. Oh, weer? Ja. Ook heel blij, ja. Ja, ik denk het wel eigenlijk, ja. Hoeveel items moeten we nog? Voor die 200. Nee, toch? Op zich nog wel wat. Hoppa! Ah, glow inksec. Oké. Goed hoor, Rick. Bedankt, Justin. Goed hoor, Rick. Bedankt, Max. Alsjeblieft. Hier, vis. Hey, lekker. Hey, je hebt het ook echt gekookt, of niet? Nee. Oh. Maar dit ga ik wel, dit kunnen we even gelijk koken, dat doe ik wel. Doe dat maar even anders. Zou ik wel hebben we nog kool? Ja, nee. Neem jouw kool mee. Ik heb letterlijk nog nergens kool gevonden, maar als ik het vind, neem ik het mee. Hier maak ik een suikertje van, maak een papiertje van. Dan heel Max maakt allemaal nutteloze dingen. Nee, want als, kijk, we leer, dan maak ik boekjes. Oh. Ja, maar jongens. Ja. Jullie gaan nu iets voorbij zien komen, jongen. Daar worden jullie helemaal crazy van. Laat zien. Oké, komt die, hè? Ja. Die heb ik al geklekt. Die nog niet? Die nog niet, nee. En deze? Die heb ik al geklekt. Oh, shit. Die heb ik al over nagedacht, ja. Ja. Jij hebt niet gedacht dat ik daarover na had gedacht, hè? Nee, ik dacht, jij bent niet zo slim, maar... Nou. Oh, ik heb kool gevonden. Oh, oké. Oh. Kijk, puntje, hè? Seagrass, nee, dat had ik inderdaad nog niet. Moet toch even wachten tot het farmpje is, dus ja. Dat kou dat groeit snel, man. Dat is zo. Ja, dat is zo. Mooi is maar nee, mooi. Dat kou gaat echt snel. Bijna het hele huis is onder kou-koud, jongens. Kou-koud? Ja, ik ben het heel het huis aan het onder kou-kouwen. Lekker. Waarom klinkt dat zo vies? Ja, gewoon, ik ben het aan het onder kou-kouwen. Zo meteen kunnen we allemaal koekjes maken. De wheats gaat ook lekker. We hebben wel echt boommeel nodig. Ja, ik heb... Eén. Maar niet enthousiast over de één. Nee. Ja, heel enthousiast. Ja, dat zijn koeien, maar dat zijn weer van die ongelooflijke slome rotbeesten. Die je niet vast kan doen met een lead. Ik kom weer even terug, want ik ben weer bijna kapot. Ja, het gaat echt niet goed hoor. Nee, ik heb de armor nodig. Ja, dat is echt onzin, Max. Wat? Ik ben gewoon allemaal... Oh, dit is allemaal geplekt. Ik ben gewoon allemaal goede items even aan het maken. Die we nog niet hadden. Oké. Oh ja, sandstone. Ja, dat ik net toevallig even nodig. Ja, maar let maar niet op hoor. Ja, gewoon nodig. Oh, we missen trouwens nog een mooi tapijtje in het huis. Hier, wacht. Oh ja. Hier. Mooi tapijtje in het huis. Dat is echt noodzakelijk, ja. Hier hebben we een welkomstmatje als je binnenkomt. Ah, oh, dat is ook vet. Hallo, jonge mannen. Hey, Rick. Hey. Jongen, welkom bij het cacaohuis. Bedankt. Ik ben voor eten aan het zorgen. Ik ben letterlijk alleen maar aan het farmen de hele tijd. Dan ben ik met cacao bezig, dan loop ik weer terug naar beneden. Ik ga heen en weer. Hier, het cacao is nu officieel helemaal rondom. Dat betekent dat ik het ook nu mooi kan gaan gebruiken. Dat meen je niet. Ja. Ik ga koekjes maken. En biscuits. Hoppakee. 8 koekjes, jongens. Feest lekker. Ik ga ze allemaal zelf opeten. Oh, mag ik er 1? Jij bent zeker die vis hieruit aan het... Jij hebt die vis hieruit gekaapt, hè? Oh. Nee, dan krijg je niks, want jij hebt die vis gekaapt. Max een punt. Zo, kijk. Kom je terug, Justin, dan kunnen we gaan slapen. Ja, maar ik ben puntjes aan het scoren.
Wat ben je allemaal aan het doen? Echt allemaal random objecten aan het verzamelen. Ja, nou, jullie niet ofzo? Nee, ik kan alleen maar nuttige objecten aan het verzamelen. Koekje, dat is gewoon eten, hallo. We hebben al het eten nodig wat we op het moment kunnen verzamelen. Ik heb schoenen. Schoenen, oh, dat is serieus wat. Dat hebben we echt nodig, ja. Ja, armor. Als ik wil doorgaan met mijnen, heb ik wel echt even dat nodig. Ja, schoenen. Is dat wat je nodig hebt? Ja, ja. Brown dye, dat heb ik ook nodig. Dus we even slapen. We moeten echt even slapen, jongens. Kom. Ja. Ik ga in mijn blauwe bedje liggen. Ik wacht op jullie. Ik ben gescamd in Minecraft. Ik lig ook. Oh, daar is hij. Ik hoor hem. Ja. Ja. Ga nou slapen. Ik ben nog niet moe. Ka, god. Ik ben nog niet moe. Je bent een klein kind. Ja. Ik wil nog niet slapen. Ik wil dat niet. Ik wil nog niet in je bed. Nog een kwartiertje. Je zat je lach was. Mag ik nog een kwartiertje op de iPad? Hoppatee. Oh. Oké, dan gaan we gelijk weer aan het werk, jongens. Ik ben gewoon Rick's taak van vorige aflevering zoveel beter aan het doen. Nou, hoezo nou weer zoveel beter? Weet je hoeveel eten ik al geregeld heb? Ja, dat doe je goed. Ik ook. Ja, maar mijn taak was niet eten maken. Ja, weet je taak met je het verwaarloosd, Justin? Ja, omdat moet jij... Moet ik schapen, je moet X weer breeden met elkaar, zie je? Nee, dat komt omdat je gewoon ongeduldig bent. Ik wacht gewoon op het juiste moment om te oogsten. En jij doet gewoon maar wanneer jij er zin in hebt. Kijk. Ja, omdat eten. Dan gaat het alleen maar sneller. Ja, nee, zo werkt dat niet. Je moet het dan maar bij leren, Max. Kijk eens, nog met jouw kou allemaal. Als jij als plantje op een gewas staat, ja? Met al je vrienden, nee, ja? Nee, we gaan filosofisch over plantje praten. Jawel. Ja, oké. Als jij een gewas bent, ja? En je hebt allemaal vriendjes om je heen die nog niet klaar zijn. En jij wordt geoogst. Ja. Dan zijn je vrienden weg. Ja, maar als je nou geoogst wordt met je vrienden en al, dan ben je toch ook weg? Ja, maar jij oogst dus nu gewoon mensen tussen een vriendengroep. Mensen? Ik ben weed aan het oogsten, geen mensen. Oh, dat kan echt niet. Wat? Wie dit ook gewoon recht op leven. Waarom? Ben ik nou hetzelfde aan het doen als wat ik net deed? Ja, maar ik moest dit doen. Hallo jongens. Nee, maar ik heb die schapen al gedaan voor je. Dat zei ik. Zie je? Zie je? Huh? Mag ik de rest van de weed? Oh. Jongens. Wat? Rick zit er... Hallo. En dat heb je niet eens voor ons gemaakt dit. Ik heb nog niet genoeg. Ik ga nu weer de rest van jullie halen. Die Rick, hè? Egoïstische zak is dat eigenlijk. Nou? Een ei. Ja. Ja, als het ei landt en er komt een kippetje uit, Rick, verbannen we hem, oké? Is goed. Nee, niet alweer, niet alweer. Jawel, kijk wat eruit komt. Ja, er komt sowieso weer een kip uit. Oh! Maar, ik heb Max, er Max. Hij heeft er nog een. Oh nee, oké, nu is het goed. Nee, maar ik wil geen helm, die mag Justin. Ik draag geen helm. Ik heb er nog één. Nee, maar... Je hebt volgens mij heel veel, hè? Nee, nog één. Dit was laatst, hè? Ja. Het is de beslissende, dus. Oh, ja, die mag blijven, Rick. Yay! Voor deze aflevering dan, hè? Oké. Elke aflevering gaan we doen. Elke aflevering een ei. Nu zit ik voor de aankomende 4 afleveringen goed. Ja. Yes. Je hebt je contract is bijgetekend. Ja, let's go. Gefeliciteerd, Rick. Dankjewel, Justin. Heb je een taart voor me? Oh. Oh, joh. Oh, joh, Flint en Steel. Ja. Doet hij het, hoor, die Justin. Ja. Vet, hè? Oeh. Ja, maar kijk, ik heb een idee. Kijk. Deze had je al. Ja? Oh, nee, wacht, die had je al. Laat maar. Nee, dat is gisteren. Wat wilde je doen? Ja, ik wou maar doven en dan hakken, want dan had ik misschien een ander item. Nee, dan krijg je hetzelfde item. We hebben in totaal 174 items, jongens. Dat betekent dat we nog 26 items moeten verzamelen om op die 200 te komen. Dat kunnen we. Vind ik wel heel goed. Gaat goed komen. Rick, je gaat nog even minen, zeker? Ja, ik ben alweer druk bezig. Oh, kijk, hier is nog allemaal ijzer. Hebben jullie ook al trapdoors gemaakt? Oh, joh, kijk. Hier, Justin, dan kan ik een chestplate voor mezelf maken. Oké. Juist, lekker, Justin. Geen probleem, Rick. Kijk hoor, deze hadden we ook. Oh, kom meenemen, Rick. Ja, als ik het kan vinden, neem ik het mee. Top. Even kijken, deze ook nog niet. Kijk, het zijn allemaal gratis. Ik ga je wel even helpen met minen. Dat is goed. Ik heb gelijk kool gevonden. Hoezo, jij ziet geen kool? Ik heb geen kool gevonden. Het eerste wat ik tegenkom is kool. Ja, maar ik ben een beetje blind, Max. Ja, dat merken we. Ik heb niet voor iets een bril, hè. Kom op. Ja, nee, ik wil het wel even gezegd hebben. Nee, geen probleem. Dus voor alle mensen met een bril. Ik ben ervoor. Shoutout naar alle mensen. Shoutout naar de mensen met een bril. Ja, man. Shoutout als je slechte ogen hebt. En dit kijkt op een telefoonschermpje van 10 centimeter van je ogen af. Gaat door. Ja, dat is lastig hoor. Ja, best moeilijk. Iedereen heeft nog een kool gevonden, Rick. Hoe heb jij dit niet gezien, deze kool? Ja, ik ben kleurenblind. Gewoon echt kleurenblind? Het is zwart. Ja, zwart op zwart. Ik denk dat zelfs iedereen die kleurenblind is, gewoon de kleur zwart nog steeds als zwart ziet. Omdat het een tint is. Ja, maar... Ik wil je nou even niet zo stom doen. Dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Zou dat zo zijn? Ja, zwart zijn tint. Zwart zijn grijs. Ja, ik weet dat het een tint is, maar zien kleurenblind, mensen die kleurenblind zijn ook zwart als zwart. Ja, zwart is gewoon zwart. Ja. Het is meer groen en blauw, paarsblauw. Nee, heel vet. Wat zei je nou juist in? Hoe noem je me nou?
Het is wel heel vet. Hoe noem je me nou? Heel vet. Ik heb een lushcave gevonden. Oh, lekker. Lekker. Oh, wacht, hebben we dat al? Ja. Ja, daar heb ik merendeels van al mee. Niet alles, maar wel veel al van meegenomen. Oh. Hadden we nog diamonds of zo? Die toevallig heb ik die hier. Oh, lekker, Rick. Ja, shout-out naar Rick. Shout-out naar mij. Shout-out naar mij. Shout-out naar iedereen die diamonds heeft. Shout-out naar iedereen die Rick heet. Ik ga deze aflevering heel veel shout-outs doen. Dat ja, heb ik al besloten. We zijn al ver in de aflevering, dus ben je een beetje laat nemen. Ja, maar we gewoon het einde. Dus shout-out naar iedereen die shout-outs krijgt. Shout-out naar iedereen die tot dit heeft gekeken. Die weet dat ik heel veel shout-outs ga geven. Shout-out. Laat even weten in de reacties, jongens, als jij een shout-out hebt gekregen deze video. Ja. Zo niet, shout-out naar jou. En laat het dan nu weten, de reacties. Nee, ik ben oprecht benieuwd. Hoeveel mensen kijken nog steeds op dit punt van de video? Laat even weten. Ik ben serieus oprecht nu, omdat ik dat nooit vraag. Mm-hmm. Hoeveel mensen kijken nou nu nog de video? Laat het weten, de reacties. Als je nu nog kijkt, typ dan shout-out naar, naar ons. Shout-out naar mij. Nee, shout-out naar mij, ja. Shout-out naar mij. Shout-out naar mij. Typ dat maar in de reacties. Shout-out naar mij. Ja. Met een groen hartje erachter, want dan weten we dat en het... andere reacties worden verwijderd. Nee! Die worden geband. Andere reacties worden verwijderd. Ik heb een axolotl! Oeh, heb je heel veel. Bij? Nee. Heb je de bucket bij je? Nee, nu heb je de bucket weer niet bij je. Ik ben dood gegaan. Jemige. Ik heb 3 axolotls. Ook zo'n blauwe, die is toch zeldzaam? Oh, ja, dan moet je eigenlijk even een bucketje halen. Ik maar we geen tijd voor brengen. Nou, die axolotls die blijven wel daar. Als je gewoon ooit een keertje terugkomt ervoor. Oké. Ik heb meer dan een stack kool inmiddels, dus is goed. Kijk, dat doe je goed, Max. Dat doe ik goed, hè? Ik ben trots op shout-out naar jou. Shout-out naar jou. Ik voel me vrij nutteloos, moet ik zeggen. Ja, wat ben je ook aan het doen? Ja, rennen. Waarom? Nou, voor voedsel. Hey, panda. Krijg je wat als je een panda doodt? Ja, stress. Stress. Schuldgevoel. Dat krijg je. Wow, ik kan echt ver lopen. Precies, dat wel dat de border al zo groot was. Schuldgevoel. Schuldgevoel is dat je krijgt. Koop het nu. We hebben nog geen patate en geen worteltjes, hè? Nee. Helaas nog niet. Jezus, wat is de map groot, hé? Ik ben echt aan de hele andere kant van de berg inmiddels. Ja, het is echt... Een wooden hoe. Dat is ook nog niet gemaakt, blijkbaar. Nee, ik moet mezelf toch een beetje nuttig gaan maken. Oké, ik kom terug. Ik heb kool, dan kunnen we het ijs weer een beetje smelten. Dan hebben we zometeen allemaal armor en weet ik wat allemaal. Oh, ik heb een etensglitch hier onderin gevonden. Dat kan een wat? Glitch? Ja, glowberries. Oh. Dat is echt even een lifesaver op dit moment. Nog meer kool gevonden? Jemig, hé. Het is echt groot hier, zeg. Hoeveel ijzer heb je al, Rick? Bijna een stack. Oh, kom je zo terug, we missen je. Ja, ik kom er zo aan. Ja. Shout-out naar alle mensen die Rick missen. Dat zijn er niet veel. Nee, dat zullen er niet veel zijn. Shout-out naar dat kleine groepje. Oké, even kijken. Ik ga proberen mijn weg zo terug te vinden. Kijk, ik denk, ik kan wel gaan wachten tot het groeit. Maar je kan het ook maar niet ik kan doen. Beter ook gewoon items maken. Ja. Dus, welkom dus bij item, weet niet hoeveel. Wat? Hoe zit je er al? Dit is... Welk had je? Een bamboeblok. Nee, is heeft iemand die al gemaakt? Ja, dat denk ik niet. Mossy cobblestone, je bent echt nu allemaal ons aan het verzamelen. Nee, echt niet. Dit heb ik allemaal nodig voor mijn farm. Oude mossy cobblestone heb je nodig voor je farm, inderdaad. Nee, ik snap ook niet dat jullie dan... Ja... Compost. Hey, maar dan kunnen we wel... Oh, dan kunnen die cacao-bomen misschien gebruiken om boommeel te maken. Ja, dus doe niet direct als een negatief. Wacht, want dat cacao, dat is echt nutteloos, ben ik achtergekomen. Okay. Maar dan kunnen we dat gebruiken. Wacht, kom eens hierheen. Ja, kom maar aan hoor, moment. Waar ben je helemaal? Ja, items aan het verzamelen. Ja, maar waar? Je bent niet eens in huis. Nee, klopt. Ik kom eraan. Oké, doe maar hier mooi. Dit blokje hier. Mag dat? Hier, precies deze. Die. Ja, jij gaat hem daarnaast plaatsen. Hier. Kijk, oh, dit werkt. Oh. En dan? Boomiel. Eén boomiel. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cacao boontjes om volgens één boomiel te krijgen. Oh my days. Dat is echt gewoon prijs-kwaliteitsniveau. Maar dan kan ik wel de meloenen even helemaal volledig... Ja, nu kijk, nu komen de meloentjes komen er weer aan, jongens. De meloentjes? De meloentjes komen er weer aan. En we kunnen gelijk slapen, want ik zag Rick, ze neemt ook alweer in de buurt. Ja, ik ben er bijna. Ja, de cacao-boontjes. Maar de cacao-boontjes zijn dus puur voor boommeel, jongens. Dan weten jullie dat ook. Ja. Oké. Okay. Af en toe even ons cacao-huisje farmen. Hallo. Hey, Rick. Kom binnen, in het cacao-huis. Bedankt. Geen probleem. Ik ga lekker in mij een beetje liggen. Ik ook. Oh. Ik weer op Justin wachten. Ja, ja, maar ik zit gewoon heel druk. Kijk eens, druk is op thee. Ja, ik zie het inderdaad. Ja, ja. Dat je helemaal aan het verzamelen bent. De eindsprint. Yes. De eindsprint.
Oké, dan stop ik hier zoveel kool in. Dan hierboven zoveel. Dan daar zoveel. Maar kijk hoeveel kool ik heb verzameld. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heb je goed gedaan. Ik ben trots op je. Ga ik heel veel koekjes maken. Hier, ik heb stekkoekjes. Dat is best veel eigenlijk. Heeft iemand een beetje hout toevallig? Misschien in de kist. Ik niet. Nee. Ik heb wel. Wil je dat hebben, Rick? Ja, ik wil even iets meer kisten maken, want het is... Ik kan niet... Mijn... Het leeft wel echt in armoede hier. Ja, ik kan hier niet en zo goed tegen. En alles gewoon. Ja. Ik ga even een beetje sorteren. Zo, boomiel aan het verzamelen weer. Hoppakee, jongens. Ga lekker met de boomiel. Oh, mijn koekjes doe ik erin, per ongeluk. Oh. Oh, ik denk al, waarom gaat het zo goed? Maar dat zijn mijn koekjes die ik verspil. Dan laten we dit groeien. Oké, de meloenfarm is af. Dat betekent dat die elk moment lekker kan gaan groeien en zo. Dan hebben we heel veel meloenen waar we echt heel veel aan gaan hebben. Meloenen zijn een hele goede food source natuurlijk. Ja, dat snap ik. Zeker. Het is echt bizar hoe nuttig ik het voor mezelf maak op dit moment. Justin, nog maar 10 items. Oh. Nog maar 10 en dan hebben we de 200 gehaald. Dat moet gebeuren, dit. Waarom zit er een knop? Justin, je bent echt goed bezig. Dankjewel, Rick. Heb je dat al verteld? Ja. Oké. Okay. En dat doe ik het gewoon nog een keer, weet je? Nee, niet te vaak. Oké. Okay. Heb je al een stone button gemaakt? Ja. Helemaal niet. Nee, klopt. Zie je? Maar ik ga iets maken wat jullie nog nooit hebben gemaakt. En dat is? Iets heel vets. Nee, niet doen! Mijn we droom. Hebben dit nodig. Nee, dat hebben we echt niet nodig. Dat heb ik even nodig. Nee. Doe het daarna in, oké? Ja, is goed. Wat ga je maken? Steen. Ik heb hier steen voor je. Ik heb hem in verdorie, hier. Oh. Hier, raak die er weer uit. Kijk. Oh. Komt je, hè? Tromgeroffel, ja, kaboom! Ja, tromgeroffel, doegedoegedoeng, redstone repeater! Oh, je gaat een hele automatische farm maken, ik zie het al. Ja, maar dan is mijn farm voor niks geweest! Mijn farm, onze farm! Mijn farm. Kijk hoeveel, ik heb zelfs een nieuw meloentje alweer gegroeid. Hoeveel troep ik ook maak. Kijk, copper ingot hadden we nog niet, dan hebben we hier spyglasses, die hadden we ook nog niet. Wat ben jij aan het maken? Oh, Rick is een nieuw kistsysteem, een heel dingetje aan het bouwen. Ja. Lekker, Rick. Ja, ik irriteer me hier een beetje aan. Dankjewel, Justin. Ik zei Leo. Ja, maar ik identificeer me als Leo. Ah, kijk. Ik heb ook iets heel vets. Het is handig voor onze decoratie. Pist. Hoeveel moeten we nog, Max? Weet ik niet. Moet je zelf even kijken. Ga de schapen weer breeden, jongens. Hier komen. Tijd om te hatsen, batsen. Hoppakee. En Justin? Ik ga trigger. Lobo. Oh, nog 4. Nog 4 items. Dan hebben we alles. Oké. Okay. Ik ga helpen. Ja, ik ook. Wat missen we nog? Ja, hoeveel hooi heb je, Max? Hoeveel? Weed, doe ik. Nul, ik heb het allemaal uitgegeven. Dus als je wil een hooibaal, wil die maken. Ja, maar weer. En missen we... Hebben we... Heeft iemand één blokje hout toevallig? Ja. Nee. Hier, eentje. Ja, toevallig wel. Hier, eentje, 2. Oh, deze had ook nog niet. Sorry voor de iron. Nee, Justin! Een minecart! Sorry voor de iron. Justin! Nee, 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 sorry voor de iron. Ja, maar we moeten die punten hebben. We hebben die punten nodig. Oh, mag ik jou de nuggets op zijn minst? Dan ga ik er wat nuttigs mee doen. Ja, dat is goed. Een gold nugget, goeie. Jongens, dat betekent... Hier, kijk, kijk. We hebben ze! We hebben het! Oeh. Ja! Dan ga ik gelijk een lantern hier plaatsen, zo. Hartstikke mooi. Hey, hoeveel hebben we er nu, Justin? 201. 201. En we hebben heel veel eisen. 19,2%. 19,2%. Ik ben trots op ons. Ik heb fully armor. Ik ga toch nog geen helm op doen. Helmen zijn echt voor losers. Justin, ga je ook even weet armor je wat maken? Oh! Huh? Wat? Weet je hoe groot ons gebied is? Nou? 4,4 miljoen blokjes. We hebben... Ja, echt? 162.000. Ik zie de borden wel nog heel ver. Ik zie de borden bijna al niet meer. We hebben maar 3,7% gelokt. 3,7%? Oh mijn god. Maar ik kan de borden bijna niet meer zien. Justin, ik ben een heel systeem aan het maken. En je gaat het nu allemaal alsnog in deze kist neergooien. Justin, maak even armor. Hier. Ja. Even volledig armor. Hier zit het in. Hier in deze kist. Oh, 19. 20. Oké, jongens, als jullie klaar zijn, kom even buiten. Ik kom naar buiten. Hallo, Justin, een goede redstone repeater. Ja, nee, hey, zoals ik al zei, het doel van deze aflevering was dat we volledig hartjes met volledig eten zouden eindigen. Wat hebben jullie? Hebben jullie honger op het moment? Ja, je vreselijke trek. Hier, dan krijg jij die. Oh, en dan lekker. Justin, krijg jij deze. Kunnen jullie eten? Nee, het eetdoel is behaald. We zitten nu op een soort van veilig eten. Nu hebben het huis is veranderd in een kou-kou-huis. Dus dat is ook helemaal niks, dit. Nee, dit is echt heel slecht. Dat is nog slechter dan een meloen, volgens mij. Ja. Deze doet een hele, dat is een halve. Oh. Ja, maar goed, we hebben eten. We hebben ijzeren armor, daar ben ik trots op. De schapen zijn ook merendeels dan mij, uiteindelijk. Echt best wel uitgebreid. Uitsloven. De farm is goed. Het huis is kou-kou. Ik ben trots op ons. We hebben maar, we hebben 200 ik ben het meest trots. Ja, dat bedoelde ik. Ik wil zeggen, in totaal heeft Justin er nu 50, ik 120, Rick 31. Jongens, ik vond het leuk. We moeten een nieuw like halen, jongens.
bij 3000 likes doet Justin mee. En bij 20 likes leggen de bar heel laag voor ik doe drie keer mee. Ja! Ja! Dus ik kan sowieso meedoen. Shout out naar jou. Ja. Maar Max gaat de likes uitzetten. Nee. Ah. Shoutout aan de mensen die liken. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het Kaukauhuis mooi vinden. Dat is hier het officieel tot gedoopt nu. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Ben je tot dit punt in de video gekomen? Klik dan even op die abonneerknop. Ben je al geabonneerd? Kijk dan lekker even deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin Rick en Justin voor het eerst meededen. Hartstikke leuk filmpje om te kijken. En nu spreek ik later. Pas je wel. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam.